werkt. Want. Nou, het is lang geleden dat ik dit gespeeld heb, dus. Hij heeft hem. Buiten het feit dat hij dingen heeft ingesteld, heeft hij ook de. Waarom heeft hij de. Dat is raar. Hij herkent mijn D-pad niet. Controller? Nou wel. Ik weet niet waarom hij hem niet herkende. Kijk, ik heb nog meer save slots gekregen. Dat is fijn. Huh. Er zijn echt al zoveel updates geweest sinds dat ik het voor het laatst gespeeld heb. En ik schaam me eigenlijk dood dat ik het niet gedaan heb. Want dit is echt... Wat ik zeg, dit is nog steeds gewoon... Echt by far een van mijn favoriete games die er... Kan ik... Even kijken nog. RB is nog steeds rollen. En... Ah, dat is... ja. Yeah. Dat is de toorts. Oké. Okay. Sure. Let's go. Ik weet niet meer welke ik... Want ik had... Eentje had ik er gespeeld, hallo. Laten we deze gewoon doen. Ik bedoel, why not? Oh, ik krijg gewoon alle tutorials nog een keer opnieuw. Vind niet erg. Laten we daar duidelijk over zijn. Er is echt veel veranderd, merk ik wel. Oh boy! Dat. Ik heb te lang het niet gespeeld, zeg maar. En dat is gewoon niet goed, want... Het is echt... By far nog steeds... Corruption Gog. Ja. Even kijken, want... What the fuck? Wow, my... Dat vond mijn laptop niet fijn. Haha. Het nare is dat... Ik... de throwing knives... zijn echt niet mijn ding. Dat heb ik al wel gemerkt. Oh, dus dit gaat echt helemaal nergens naartoe. Fucking... Met name omdat de throwing knives gewoon... Oh boy. Auw, dat deed pijn aan mijn corruption level. Oké, stamina even rebuilden. Auw. Crit kills. Chain kills. Gold. Oké. Auw. Ja. Dat heeft weinig genut. Zo, hoppa. Dit is overigens een update die ik wel gespeeld heb al in de... Ik heb een gedeelte Hallo? Oh. Gespeeld op stream. Waaronder dit. Auw! Echt. Ik kan op dit moment beter hopen dat ik dood ga, want...
De throwing knives zijn echt niks voor mij. Daar ben ik heel eerlijk in. Daar ben ik echt heel eerlijk in. Ik hou normaal gezegd van ranged weapons, maar Jesus. Auw, maar... De spears helpen ook niet echt mee om mijn om mij een beetje gerust te stellen, zomaar zeggen. Auw! Gerust te stellen. Dit gaat hem niet worden, denk ik zomaar. Niet dat ik het nou ga weggooien, hoor. Laten we daar duidelijk over zijn, maar... absoluut niet. Maar nee, dit is echt niet mijn wapen van keuze, zullen we maar zeggen. Attributes. Ik moet heel even iets weghalen, want dat werkt beter. Oh boy. Ja, kun je zeggen? Nee. Ik kan het zeggen. Moet je wel verkennen natuurlijk, maar goed, hè. Wat ik zo raar vind, is dat ik in de... Hoe moet ik dat zeggen? In de... In de... Auw. Maar de limited range ook, dat is gewoon echt niet gezond. Serieus. En het feit dat, wat ik zeg, de... Ik ben er ook niet helemaal tevreden mee dat de... Cold mask, sure. Oké, okay, top. Dat had ik gezien. Maar goed, het is altijd wel fijn om wel een kleine opfrissing te hebben. Met name omdat het gewoon zo freaking lang geleden is dat ik gespeeld heb. Maar het speelt nog steeds gewoon zo fijn. En ik heb trouwens inmiddels ook Hades gespeeld. Dus wellicht dat, mits mijn laptop dat trekt in combinatie met OBS, dat ik ga zeggen, oh weet je, ik ga misschien OBS ook nog wel. Of ja, ik ga OBS spelen. Welkom bij OBS The Playthrough. Dat zou echt wat zijn. OBS The Playthrough. Maar ik had ook echt overigens beter... Er is een bewuste reden dat ik ook wel gekozen heb voor deze, hoor. Het lukt trouwens wel, maar ik moet alleen... Ik moet alleen gewoon goed opletten. De graphics zijn sowieso echt... fantastisch. Oh boy. Auw, dat doet veel pijn. Oh wauw. Auw. Nee, ik had dit veel eerder moeten doen, eerlijk gezegd. Crystal Skulls, powerful artifacts. Bound to your character. Character. Between exchange permanent upgrades. Permanent upgrades to Israel. Misschien dat dat dan gereset is. Dat zou makkelijk kunnen hoor, want ik bedoel... Het is vrij normaal voor een... Gold offer of blood offering. Plus 10 damage, plus 10 damage en... Weet je wat? Hier. Take it. En
healing, of ja, doe maar even healing, want healing is op zich wel nodig op dit moment. Blurred vision. The mind is confused en ik vind het fijn dat ik gewoon ook nou kan lezen wat er staat. In plaats van dat ik moet gaan pieteren zo van, oh nee. Into unknown rooms. Okay. Curse modifiers. Dat is wel anders. Even kijken. Oké, dat is genoeg, want ik wil niet heel veel meer gecursed hebben, want anders krijg ik die tweede curse mee en dat ook nog niet wil, zeg maar. Dat lijkt me. Oh no, oh ja, dit is getransferd, dat is waar. Ha, dat stond er ook op trouwens. Wat is dit? Is het weer healing? Dit is weer healing. Oké. Ja, daar krijg ik overigens nog wel een tweede curse bij. Dat is wel een beetje naar. Ja, ik weet het. Fungal awareness. Oh. Spike mushrooms automatically trigger their attack if you stand. Oh, fijn, top. Daar kan je dat wel gebruiken natuurlijk om waarom? Serieus, ik ben gewoon. Laten we duidelijk zijn dat het gewoon. Dom bezig ben. Door. Haha. Oké, auw. Ik had moeten rollen. Wow, what the fuck. Dat was niet de afspraak. Hey, laten we eens heel even duidelijk zijn, vrienden. Maar dat gaan we niet doen, hè? Oké. What the fuck? Waarom? Oh, fuck. Auw. Dat. Boy. Ik vergeet altijd dat ik die. Auw. Ik vergeet altijd dat ik mezelf pijn doe. Wat is dit? Een wapen. Sure. Ik bedoel. Het is een upgrade, weet je. Ik bedoel. Het is nou niet dat ik zeg van. Oh, wauw. Ja, we gaan gewoon in een. Want ik bedoel, healing. Sure, maar. Met healing ga ik toch weer meer richting de. Weet het? De. Ja, dag. Hey, goud. Oh, hoi.
Leer nou eens dodgen. Echt serieus. Volgens mij is dat zelfs een... een van de titels van een van mijn video's. Dodgen. Echt serieus. What the fuck. Ik denk dat dit goud was of zo. Zo stil hier. Niet meer! Auw. Ik moet goed opletten, want... Ik bezorg mijn eigen veel schade met dingen die... wellicht gewoon niet eens... Hoi. ...nodig zijn. Auw! Dat deed echt... ...heel veel zeer. Haha. Nog eentje. Maar niks bijzonders hier. Voorlopig dan in ieder geval. Ik weet niet wat ik hier allemaal doe. Ik zoek naar dingen die er misschien niet eens zijn. Nou ja, het ziet er... Weet je, van de eerste nieuwe playthrough Waarom? Auw. Maar echt serieus, wat de fuck is dat met die idiote beesten dat ze... Ik denk dat ze gewoon niet met een shield bash opzij te werpen zijn. Ik heb trouwens ook echt nog maar 177 schade. Hoi. Obsidian fragments. Sure. Ik bedoel, doe maar iets. nog een curse. Yay. Ik ga naar het weapon, maar dat is meer omdat ik... Laten we heel duidelijk eerlijk zijn. Ik ga het waarschijnlijk niet vanaf deze room, ruimte, floor afmaken. Dus ja, hè. Top! Het zou het zijn dat ik mijn eerste dingen na de zo lange break dat ik auw. Ja, ik ben heel eerlijk, de dingen doen het niet echt voor mij. De daggers. Ben ik heel eerlijk in de dagger? Oh, fuck. Ik ben zo dood. Let maar op. Ja, dat was te verwachten. Nee. Serpent cultists. Next. We zullen zien, want... Ik hoop oprecht dat ik niet... Underworld. Underworld is a race. Use the injections. Crystal skulls and jade rings. New upgrades. Ja, dit zijn die andere wapens. Ik heb mijn originele wapens weer. Dat is het belangrijkste.
dat vind ik het belangrijkste. Laten we eens kijken of mijn upgrades gereset zijn. Passive abilities, unlock and equip. Oké. Ja, kijk, deze heb ik. Deze lukt ook echt pas. Oh, dit is ook veranderd. Maar waarschijnlijk krijg je die op het moment dat. Forsaken Weaponry. Oh. Er is echt veel meer interessante shit ingekomen, moet ik eerlijk zeggen. Weapon Alters, Restore for. Oh, wow. Oh, dit is echt heel veel veranderd. What the hell? To find felon, let's see in luck. The number of times you can refresh your choice during a operation. Hey, ik heb 5 skills, dus. Laten we daarmee beginnen, hè? Wat heb ik nog meer? Qua unlocks is hier. Furious. King Fury. While attacking. While attacking you take 20% less damage and damage doesn't interrupt you. Dat is een hele goeie. Whenever an enemy is set on fire, it has. Oh, ik heb die ook. Haha. Even kijken. Traps deal 100% damage to thing. A perfect dodge triggers haste. En gain 1000 gold at start of your exploration. Voorlopig doe niks ermee. Huh. Restore the second weapon altar. Dit is. Het is interessant, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, voor nu laten we het hierbij. Oh, hier zijn die andere weapon alters, dat is waar. Oké, top. Maar goed, wat ik zeg, voor nu laten we het hierbij. En dan gaan we de volgende keer gaan we weer verder. Want met al deze updates, met het feit dat het gewoon. Ik bedoel, als je kijkt hoe ver ik kwam. Zelfs nadat ik het altijd niet meer gespeeld heb, ben ik er vrij van overtuigd dat het me wel een keer gaat lukken om iets te verslaan. Dus uiteindelijk komen we daar wel. Tot de volgende keer. Hopelijk dan niet zo lang om te wachten. Tot dan.